Hallo Rizu-vrienden, hoe is het met jullie? Gaat het lekker? Zijn jullie gelukkig en blij? Dat lijkt me heel erg stug, want op dit moment is er niets aan het leven. Het weer, het gedoe, alles dicht. Daar word je niet gelukkig van. God zal me kraken. Maar goed. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons argumentje opgestuurd? Laten we gaan kijken. Pindakaas. En niet zomaar pindakaas, maar pindakaas van merken. Ja, dat is natuurlijk een beetje dom, want elke pindakaas is van een merk. Maar ik bedoel eigenlijk pindakaas van snoepmerken. Want dit is dus M&M pindakaas. Ik wist niet eens dat het bestond. Pindakaas van M&M. Ja. Dat kan toch alleen maar lekker zijn, of ben ik nog gek? En dan hebben we hier pindakaas van de Snickers. Dat potje zo hartstikke vet. Gadverdamme. Nou ja, Snickers pindakaas, ook hartstikke leuk. Duivis pindakaas. Van duivis als er een vuif is, van de borrelnootjes. Die hebben dus ook een pindakaas, dat wist ik helemaal niet. Dit is sweet and salty pindakaas van de duivis. Grappig. De vraag is natuurlijk, hoe komt het dat het Snickers pindakaaspotje zo verschrikkelijk vies en vet en smerig aanvoelt en bijna uit mijn handen glijdt? Oh. Dat komt omdat het al open is. En ik weet het niet hoor, maar ik heb er altijd erg moeite mee. Want het is niet dat ik heel erg denk dat er dan mensen in de supermarkt rondlopen en hier de rattengif even flikkeren. Alleen, ik vind het wel heel vervelend als al iets open is. Dan heb ik toch het gevoel dat iemand met zijn jat erin heeft gezeten. Maar goed, dit zijn de reviews. Dus ik moet verder gaan. Mocht ik overlijden binnenkort, en het is niet van de corona, dan weten jullie dat het van de Snickers is, want dat open was. Dan moet je Ahmed even bellen en vragen waar hij het vandaan heeft. Dan kunnen we daar op zoek gaan naar de moordenaar. Ja, dat vind ik heel vervelend dit. Laten we maar even gaan proeven. Eerst mijn handen wassen. Ja, ik ga het proeven met een lepeltje. Want ik ga niet boterhammen maken met pindakaas. En dan zeggen die is lekker, die is niet lekker. Want brood hangt er natuurlijk ook van af wat voor brood je gebruikt, weet je wel. Ik ben zelf persoonlijk een liefhebber van geroosterd zuurdesem. Nou ja, eigenlijk niet zuurdesem. Gewoon desembrood. En dat heeft natuurlijk wel een bepaalde smaak. Dus daar beïnvloed je dus de... pindakaasmaak mee. Dat was improvisatie. Leuk, hè? Ik ga maar gelijk beginnen met de pindakaas die open staat. Want dan hebben we dat gehad. Hoe... Oh, dat zit... Alles zit ook onder de olie. En oh, het is natuurlijk... Oh, het is ook heel hard... geworden waarschijnlijk, omdat het natuurlijk al 3 maanden open staat. Oh, wat heb ik hier nog een verschrikkelijke bloedje heen kwam. Ik eet het niet. Nou, ik eet het wel. Laten we maar kijken. Pindakaas van Snickers. Nou, dat is best wel lekker eigenlijk. Naast gemalen... Dus tot poppenstront gemalen pinda zit er ook harde stukjes in. En er zit een karamel. Smaak zit er ook bij. Dat is niet zo gek, er zit natuurlijk ook in Snickers. Nou. Hij is niet moker zoet. Maar ja, dat komt ook omdat hier natuurlijk geen chocola zit. Zoals bij de gewone Snickers. Maar hij is... Ik vind het prima pindakaas. En de karamel, waar ik normaal natuurlijk een ongelofelijke bloedhekel heb, maakt het gewoon lekker. Tenminste, maakt het, die geeft de diepere zoete laag onder al het pindageweld. Prima pindakaas. Nu hopen dat er geen rattengif in zit. Even een ander lepeltje pakken. Dan ga ik gelijk door naar de M&M's, want die is natuurlijk ook zoet. En deze is zout. Dus het zou vervelend zijn dat ik nu deze zou nemen. En daarna die, want dan verpest ik die smaak. Je snapt wat ik bedoel. Kijk, deze
is nog niet aangeraakt. Voel je toch even beter door. Hier ook een enorme laag vet. Die moet je er even doorheen roeren. Anders is de onderkant zo droog als Sinterklaas reed. Hoppa, even lekker roeren. Wat voor jué. Nou, wat ik merk aan deze en de M&M pindakaas is dat die redelijk nat is. Maar goed. Hier zit hem. De pindakaas is heel vet. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat hier gewoon de vet is uitgelopen. Omdat natuurlijk het potje was al vet. Dus misschien was die anders net zo vet als deze. Maar ja, is daar de vet zo langzamerhand uitgedruppeld. Maar goed, even naar deze pindakaas. Dus naast dat die vet is, ook grote blokken pindakaas. En je verwacht het niet, maar de omhulsels van M&M's pinda zitten er gebroken in. Niet heel veel. Is niet overheersend. Is geen vieze pindakaas. Ik vind die harde stukjes te zoet erin. Maar goed, dat ben ik. Maar vies is niet hoor. Nee, is een prima pindakaasje ook. Nou, dan gaan we naar duifjes. Omdat er een vijf is, ik sta op het punt van niezen. Nou. Even kijken. Wat hebben we hier? Ja. Hier ook een enorme plas met olie. Ik kan niet te ver doen, anders drupt alles op de tafel. Ik krijg het nooit meer schoon. Dus dan gaan we de eerste even potje doorheen roeren. Dat klinkt een beetje vreemd. Zo. Nou, helemaal goed. Duif is omdat het een vijf is. Zout, wat was het? Zoet en zout. Zoet en zout. Nou, ook hier zitten grote brokken pindas in. Maar deze is inderdaad gewoon heel zout. Wat die zoet aan mag zijn, mag Jozef weten. Heel zout. En ondanks dat er 1,5 liter olie zit, verschrikkelijk droog. Er zit geloof ik 1,5 liter zit er aan mijn vreemelte geplakt. Ja. Nou, die vind ik niet lekker. 3 potjes pindakaas van verschillende merken. Snickers, M&M's en duifjes. Duifjes als er een vijf is. Ik heb nog steeds een totale verzouting en verdroging in de waffel van deze. Dus die gaan niet hoog scoren, dat weet ik nou al. Tijd voor de cijfertjes. En de cijfertjes worden beter dan je denkt. Behalve voor de duivenspindakaas, laat die lekker staan. Die is zout en droog en plakt en is vervelend. En nee hoor, nee, die krijgt een 3. Dat is echt ook niet mijn smaak. De tweede plaats, maar dan wel een stukje hoger, is voor de M&M's-pindakaas. Want deze is gewoon prima. De pindakaas van deze, dat komt uit dezelfde fabriekje neem ik aan, die is gewoon heel goed. Dat is een mooie pindakaas, goed van smaak. En hier hebben ze dan de korstjes van de M&M's bijgemieterd. Is het lekker? Ja, best wel lekker. Ja, een beetje zoetig, maar goed. Dus dat vind ik al hartstikke leuk. Ik denk dat mijn kinderen hier best wel blij mee zijn. Deze die krijgt van mij een 6. En de absolute winnaar is de Snickers pindakaas. En dat maakt het een beetje vreemd, want wat zit er namelijk in Snickers pindakaas? Karamel. Waar heb ik een ongelofelijke tafershekel aan karamel. Maar karamel doet hier dus wel iets positiefs mee. Pindakaas is goed en karamel geeft het me net een aan de onderkant een zoetje die hij nodig heeft. Want deze pindakaas is niet zoet van zichzelf. Dus deze is gewoon hartstikke lekker. Je krijgt van Omian een 7'tje. Nou, lekker smeren maar. Ja, ik smeer hem nu ook. Och.